mijn kinderen heeft zo jaren, zelfs als ze nog uh, in de middelbare school zat, niet gesnoept en heel fanatiek niet gesnoept, ook op dagen dat wij dan wel nagerechtjes en zo aten, daar niet aan meegedaan. En die hield dat dus gewoon vol, wat ik altijd uh, zeer bewonderenswaardig vond. Maar dat vind ik veel moeilijker. Ik vind dat echt niet zo gemakkelijk om, uh, ja, om, om dat dan echt door te zetten. En uh, ik vind dat makkelijker omdat dan als je dat met het hele gezin zou doen, of zo, dan zou dat al gemakkelijker zijn. Voor mij is als woensdag, het begin van de 40 dagen tijd, is voor mij zoals nieuwjaar voor veel mensen. De gelegenheid om goede voornemens te vernieuwen, goede voornemens die ik misschien de rest van het jaar ook probeer waar te maken. Maar zoals dat gaat met goede voornemens, moet je die af en toe vernieuwen, bevestigen. Ja, ik herinner me nog goed als ik klein was. Dat het vaste was, zij onthouden van snoep. Maar dan staken we die snoep allemaal in een grote doos. En als de vaste gedaan was, dan aten we ze allemaal in één keer op. Dat was ja, een kinderlijke manier van vast. Maar het blijft toch van mij over dat er iets moet gedaan worden. Maar ik weet niet of de nadruk alleen maar moet leggen op onthouding. Ik denk dat eh, vasten is: ja, doen wat je altijd eigenlijk zou moeten doen, maar het goed doen. Ik vind het niet slecht om af en toe iets te laten wat je, wat je heel sterk gewoon bent. En waarvan je denkt van, in feite zou ik dat moeten kunnen laten. Zou ik moeten kunnen, daar even zonder kunnen. Waardoor ik misschien dan toch tijd vrij maak voor iets waar ik dan in die periode meer tijd in aan wil besteden. Wat ik wel probeer te doen, uh, is mij onthouden van de neiging om mijn agenda vol te proppen. De agenda zit, zit, zit snel vol, zeker als je, als je wat engagementen lopen hebt. Um, dat wil ik in de vasten heel, heel bewust uh, proberen om niet te doen. Um, om bijvoorbeeld... De zondagnamiddag, dat is, dat is mijn dag. Dat ik, uh, dat ik gewoon niets plan. En dan zal er gegarandeerd gewandeld worden, zal er een boek gelezen worden. Er ook eens, zal ik mij ook eens in de kapel zetten om, uh, om wat te mediteren, wat te bidden. Maar uh, ruimte laten, ruimte maken in mijn agenda om mijzelf niet voorbij te hollen. De huidige manier van leven en het, het, het georganiseerd zijn van, van de samenleving is bijna niet meer te doen. Mensen die moeten werken van s morgens tot s avonds, bijvoorbeeld, en dan nog in de file staan, s'morgens morgens en s'avonds. avonds. Dan moet men een beetje zelf kunnen zijn vasten kiezen. Er is geen gebod meer van dat te doen, maar er is wel een gebod van iets te doen.